tijdreizen uitvinden? Skawiska, omdat daar een tijdmachine is. Bedoel je teletijdmachine? Ja. Hoe ziet het eruit? Wat is het eerste idee? Ik zie een grote cabine met allemaal lampjes en lichtjes en knopjes en een soort tijdwijzer. Een grote ijzeren kist waar wel meerdere mensen in kunnen. Een tijdreismachine bestuur je met knopjes. En bijvoorbeeld in de middeleeuwen kan je kijken en dan ook proeven wat ze eten. En dat lijkt me heel leuk. Je gaat eerst nadenken. En dat doe je met dit blad. Bijvoorbeeld, hoe voelt het om te reizen? Of hoe werkt het precies? Wat moet je als mens doen? Moet je inderdaad knoppen indrukken? Planeet. Ja. Aarde. Doorzichtig. Met een soort van lichtbolletje en als je dan een rondje draait. Misschien kunnen we doen dat hij ongeveer zo groot is. Je kunt dus zo'n dat weten we wel, dat hij maar toen de vis. Wat we hier hebben is een hele mooie doos en er zit van alles in. Dit mogen jullie ook gebruiken. Dit is bijvoorbeeld met een draaiende klok. Misschien vind je dat wel leuk, dat het motortje daaraan vast. Of misschien wil je wel het lampje even... Oh ja, hoe werkt het ook alweer? Dit ook. Zo? Goed vasthouden. Ze laat dan. Met zo doen? Zullen we het anders alleen bij dit plastic doen? Ja. Dan moet je dat toch daar doen. Ik kan helpen. Binnenin zit het lampje. Nu moeten we alleen nog de stoel vastzetten. Wij hebben een tijdmachine gemaakt. Dit ding dat brengt je naar de tijd waar je naartoe wil. Dan gaat hij dus draaien en als hij stopt ben je op de goede tijd. Hier kan je de plek intypen. En als je hem omdraait dan kan je er naar binnen. Heel goed gedaan. Wat vonden jullie ervan? Ik vond het leuk dat... Het ook soms heel moeilijk was dat je goed kon nadenken. Hier zat eerst nog geen plakband, dus toen ging hij er helemaal door en toen tikte hij steeds dit aan. Okay. En nu hebben we de plakband onder gedaan. Een mooie oplossing, heel goed. Tijdreismachine! Heel goed gedaan.